Dankzij de MirrorLink-functie hebt u op het multimediascherm in de auto direct toegang tot de compatibele apps op uw telefoon, via Apple CarPlay, iPhone of Android Auto. Bedenk dat Apple CarPlay vast geïnstalleerd is op iPhones, maar dat u Android Auto als app moet downloaden. Controleer dat alle toestemmingen zijn aangevinkt voordat u uw telefoon verbindt. Activeer nu de spraakassistent op uw smartphone om spraakopdrachten te gebruiken. Sluit uw telefoon aan op deze USB-poort van multimediasysteem terwijl de auto stilstaat. Bij de eerste verbindingspoging moet u het gebruik van CarPlay of Android Auto toestaan. Als deze knop zichtbaar is, is replicatie mogelijk. De compatibele apps van uw smartphone verschijnen nu op het multimediascherm. U kunt ook uw startpagina personaliseren. Klik op dit symbool om naar het multimediabedieningsscherm terug te gaan. Niet vergeten, als uw telefoon aan het multimediasysteem is gekoppeld, zal uw navigatiesysteem de plaats van het multimediasysteem innemen. U gaat naar uw muziek via het menu Media. En u kunt bellen via het menu Telefoon. Meer hulp over het hoe en wanneer van de MirrorLink-functie vindt u onder Instellingen Apparaten. En Tutorial.